Ja, Hans, deze week kunnen we er niet omheen. De ogen van de internationale financiële wereld en van heel wat beleggers zijn gericht op Amerika en de Amerikaanse banken. Het omvervallen van de Silicon Valley Bank doet eigenlijk die vrees weer toenemen voor een grootschalige bankencrisis. Dat heeft zondagnacht geleid tot een gezamenlijke mededeling van de Federal Reserve, Amerikaanse ministerie van Financiën en het Federaal Depositogarantiestelsel, met als doel om het vertrouwen in het systeem te herstellen, een grote bankrun te voorkomen. Hans Bevers, Chief Economist bij de Groof Peterkam. Als we naar die mededeling kijken, wat heeft men dan eigenlijk beslist? Ja, er was ook nog die Signature Bank in New York. Die is ook in de problemen gekomen. En dus wat heeft men beslist? Twee grote zaken. Ten eerste dat alle deposito's beschermd worden voor degenen die daar spaartegoeden hebben. Dus ook degenen boven de $250.000. Ja, want dat is een verschil met bij ons. Bij ons is het tot €100.000. Daar was het al $250.000. Ja, dat klopt. En dus, inderdaad, het bedrag ligt daar iets hoger. En wat meer is, de belastingbetaler wordt ontzien dat de obligatiehouder mee in bad wordt getrokken en de aandeelhouder. Dat is natuurlijk logisch. Maar dat de deposito's worden beschermd is één belangrijke zaak. Ten tweede, de Amerikaanse Centrale Bank heeft een leenfaciliteit in het leven geroepen. Een banking term lending facility. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat financiële instellingen op 12 maanden aan extra liquiditeit te kunnen komen als dat nodig is. En dat zal ook kunnen gebeuren aan versoepelde onderpandvereisten. Dus dat zijn toch twee grote en belangrijke ontwikkelingen. Als we kijken naar de Silicon Valley Bank, dat was een gereputeerde bank die al meer dan 40 jaar bestond. Wat is daar fundamenteel fout gelopen eigenlijk? Ja, die bank inderdaad bestond al veel langer, maar het businessmodel zat recent eigenlijk helemaal fout. Dus wat gebeurde? Die hadden heel veel, zoals dat dan heet, big tickets, dus grote rekeningen van meer dan $250.000 aangetrokken. Er waren zeer veel deposito's. Ze hadden zich ook geprofileerd een beetje als de hippe bank voor venture capitalists, startups. De crypto community was daar ook kind aan huis. Maar ze hadden eigenlijk weinig slimme ideeën hoe die dan vervolgens aan te wenden, te beleggen. Ze hadden dat gedaan eigenlijk in lange termijn schatkistpapier, Amerikaans schatkistpapier. Nu, dat doen nog banken, maar zij hadden dat wel in extreme mate gedaan. Traditionele banken kennen hun cliënteel eigenlijk vrij goed, beter en vragen ook zeker altijd een premie bovenop dat risicoloos staatspapier. En hier zat eigenlijk, kunnen we spreken van een typische carry trade. Dus met een grote one-way bet op die spread tussen korte termijn rente en lange termijn rente. Maar wanneer vervolgens ook die korte termijn rente begint te stijgen, dan krijg je daar concurrentie voor die korte termijn gelden. De lange termijn rente deed natuurlijk ook hun bestaande obligatieportefeuille in waarde verminderen. En dus krijg je eigenlijk een soort van squeeze. En dat heeft eigenlijk die bank opgezet, zeer kwetsbaar gemaakt voor een klassieke bankrun eigenlijk. En dat is wat we gezien hebben. Dus het punt dat ik wil maken is dat we in oktober vorig jaar nog de Nobelprijs Economie hebben zien overhandigd worden aan Douglas Diamond en Thomas Dybvig. En net voor financiële crisis en klassieke bankruns. En dat is eigenlijk wat er ook nu gebeurd is. De Amerikaanse overheid heeft vrij snel ingegrepen, een heel pakket aan maatregelen, zoals je net zei. Wat is het effect daar nu van? Het is van enorm belang dat ze snel hebben ingegrepen. Dus we hebben natuurlijk in de geschiedenis al veel meer met bankencrisissen te maken gehad. 19e eeuw, dus einde van de 19e eeuw zeer veel. Eerste helft van de 20e eeuw ook. Ook recenter nog, in de eerste helft van de 21e eeuw zeer veel. Maar ze hebben daar echt uit geleerd. Ze grijpen nu echt overnight in. Dat is wat er gebeurd is dit weekend. Ik was zeer te spreken over de snelheid waarmee ze dit hebben gedaan. En dit boost mij toch zeker vertrouwen in. Ja. Als we kijken, dit kan een echt debacle zijn met dominosteentjes die gaan vallen, ook internationaal. Hoe groot kan de impact hiervan zijn? Hebben we daar zicht op? Ik heb geen zicht op individuele banken. Er zijn nog altijd kwetsbaarheden en problemen bij individuele banken. Die zijn er altijd. Banken moeten hun huiswerk wat dat betreft vooral zelf maken. Maar ik geloof zeker niet dat dit systemisch is. Ik heb de situatie ook nog heel goed bekeken in dat opzicht, naar kapitaalratio's, naar liquiditeitsratio's, naar de stabiliteit van die fundingsbasis van die banken. Die ziet er echt een pak beter uit. Dus dat is een heel verschil met de vorige bankencrisis. Dat is een groot verschil met de situatie 15 jaar geleden, in 2008. Dus wat dat betreft denk ik dat het basisscenario, opnieuw, er kunnen nog kwetsbaarheden zijn, maar ik denk dat het basisscenario hier echt is dat de combinatie van de snelheid en de
en de robuustheid van dat financiële systeem, dat dat maakt dat dit geen systemisch risico wordt dat nog verergerd wordt. Als we dan kijken naar de beleggingsstrategie en de portefeuilles van De Groof Peterkam, zien jullie daar gevolgen? Wel, in die zin waren we er eigenlijk al op gepositioneerd. Hè. Dus wij waren eigenlijk altijd van mening dat die verkrapping van het monetair beleid in Amerika, dat die met gevolgen zou komen. En dus dat doorwerkt met een zekere vertraging. En in dat opzicht kan je wat er nu gebeurd is eigenlijk ook beschouwen als een gevolg van die verkrapping van dat monetair beleid. Nu, dat was natuurlijk nodig om de inflatie te beteugelen. Maar wij waren al van de mening dat we... Ja, de betere signalen omtrent inflatie, die zich hadden ingezet in de tweede jaarhelft van vorig jaar, dat die trend zich zou doorzetten. In dat opzicht hadden we al meer obligaties in portefeuille genomen, ook obligaties met een langere looptijd. Dus in die zin speelt wat er de afgelopen dagen is gebeurd in de goede richting. Ja, dus de rente is gedaald, fors gedaald, dus wat dat betreft goed. En anderzijds zijn we onderwogen gebleven op aandelen, net ook omwille van datzelfde argument, dat die impact op de reële economie van de eerdere verstrekking van het monetair beleid nog doorwerkt. Dus al bij al zou je kunnen zeggen dat... Ja, dat onze beleggingsstrategie wat dat betreft consistent in elkaar zit, het verhaal evenwichtig is en dat zou moeten volstaan, denk ik, om de huidige storm te doorstaan. Een laatste vraag, Hans, waar men nu vooral ook naar kijkt, is wat de impact gaat zijn op dat rentebeleid van de Fed in de komende maanden? Ja, en daar denk ik nu dat de financiële stabiliteit, zeker als het over de rentemeeting gaat van 22 maart, dat die voorrang krijgt, moet krijgen, op het inflatievraagstuk. Dus het inflatievraagstuk is er nog altijd. Maar ik denk dat die disinflatoire trend zich gaat verder zetten in de rest van dit jaar. En nu eigenlijk dat de focus moet liggen op de financiële stabiliteit. Want wat er zou er kunnen gebeuren is dat de kleinere banken nog meer outflows zien van hun tegoeden. En dat dan de kredietverlening op de reële economie verder impacteert. Dus ik denk dat het nu aan de Fed is om even af te wachten wat de impact al is geweest van het eerdere verkrappingsbeleid. Hans Bevers, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Dat onze beleggingsstrategie wat dat betreft consistent in elkaar zit, het verhaal evenwichtig is en dat zou moeten volstaan, denk ik, om de huidige storm te doorstaan. Een laatste vraag, Hans, waar men nu vooral ook naar kijkt, is wat de impact gaat zijn op dat rentebeleid van de Fed in de komende maanden? Ja, en daar denk ik nu dat de financiële stabiliteit, zeker als het over de rentemeeting gaat van 22 maart, dat die voorrang krijgt, moet krijgen, op het inflatievraagstuk. Dus het inflatievraagstuk is er nog altijd. Maar ik denk dat die disinflatoire trend zich gaat verder zetten in de rest van dit jaar. En nu eigenlijk dat de focus moet liggen op de financiële stabiliteit. Want wat er zou er kunnen gebeuren is dat de kleinere banken nog meer outflows zien van hun tegoeden. En dat dan de kredietverlening op de reële economie verder impacteert. Dus ik denk dat het nu aan de Fed is om even af te wachten wat de impact al is geweest van het eerdere verkrappingsbeleid. Hans Bevers, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan.